Dit is dus een ander boek. Dit is op verzoek. En daar ben ik heel blij mee. Want we hebben toch gedoe met de boeken, hè? Wij gebruiken editie 10. Jullie gebruiken editie 12, een aantal van jullie. Nou, de meeste eigenlijk. Wij zijn eigenlijk de uitzondering. En ik ben nu blij dat je erom vraagt. Echt blijven doen, want ik help gewoon heel graag. En fijn dat je laat weten hoe het gaat met wiskunde. Vind ik heel fijn. Ik noem geen naam, want dat vind je misschien niet fijn. En deze is natuurlijk voor iedereen die deze som wil zien. Hè, is natuurlijk, ja, misschien hebben we er meer dan wat aan. Hoop ik. Nou, we gaan eens even kijken. Het is weer zo'n brugsom. En toevallig heb ik eerder vanavond ook een brugsom opgenomen. Brugsommen, die blijven toch wel, ja, een beetje pittig sommen. Voor degene die deze heeft gevraagd, kijk ook eens bij hoofdstuk 4, gemengde opgaven. Hij staat hier vlak onder in de 12e editie afspeellijst. In editie 10, de afspeellijst, kun je ook heel veel sommen vinden. Dit is echt alleen deze. Playlist is alleen maar voor de 12e editie, wat niet in die andere staat. Sommige vragen, het meeste is overlapt, maar niet alles. En dat zet ik in deze afspeellijst. Gauw beginnen. Even in het algemeen, hoe doe je nu zo'n vraag met zo'n brug? Hoe pak je dat nu aan? Nou, je krijgt dan altijd een boog. Het is altijd een boog. En die boog, daar krijg je dan een formule voor. Soms ligt die boog onder de brug, soms ligt die boog boven de brug. Kan van alles zijn. Soms is die boog de brug. Nou, kan van alles zijn. Of zo'n tunnel, weet je wel. Dat was ook zo'n tunnel en dan reed hier dan een brommetje onderdoor. Het is in ieder geval altijd met een brug en een boog. Die boog, daar hoort een kwadratische formule bij. En in dit geval is dat. De hoogte is min 0,0045 x kwadraat plus 100. En daarvan weet je dat x en y in meter zijn. Nou, wat betekent dit nu eigenlijk? En dan zeggen ze ook, de x-as ligt in het dal. Dus zeg maar op de bodem, zo diep waar waar de kuil is, zeg maar, daar is de x-as. Dus hier is de bodem van de kuil, van het dal. Ik noem maar even een kuil, een grote kuil. En wat je nu moet gaan doen, je moet nu steeds voor x getallen in gaan vullen. En met die getallen kun je steeds de hoogte van die boog uitrekenen. Dus bijvoorbeeld stel je voor, ja, ik verzin maar wat, hier vul je 50 in. Ik verzin maar wat, hè. 50 vul je in. Vul je 50 in voor de x. Dan komt er een hoogte uit. En die hoogte die eruit komt, die hoogte die eruit komt, dat is dan de hoogte van de brug. Dus je vult 50 in. Dan zie je precies hoe hoog dat je op die boog zit. Op de boog moet ik eigenlijk zeggen, want het is natuurlijk de brug. Hoe hoog je op de boog zit. En dan kun je dan eigenlijk zo dus uitrekenen. Maar ook andersom. Soms krijg je de hoogte, dan moet je gaan kijken, waar zit ik nu? Ik ga nu eraan rekenen, maar ik dacht, ik moet eerst even beginnen uitleggen, dan weet je een beetje hoe het werkt. Nu zeggen ze, op 80 meter hoogte is een kabel gespannen. Hoe lang is die kabel? Nou, 80 meter hoogte. Dat betekent dus dat je hier op 80 zit. Hier zit je op 80 meter. En daar loopt die kabel. Nou, die kabel zal ik even een kleurtje geven, kun je beter zien. Ik denk dat dit wel goed te zien is zo, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, 80 meter. Nou, wat willen ze nu weten? Ze willen nu weten hoe breed is die kabel. En wat je hier steeds terug ziet komen, je hebt een x, daar moet je een hoogte voor gaan berekenen. Of je hebt een hoogte en dan moet je juist terug gaan kijken naar de x. Dus al snap je hier helemaal niets van, ze hebben het over de hoogte 80, dan weet je misschien al dat je van h dat je daar 80 voor moet nemen. Nou, nu even de wiskundige uitleg erachter. De formule is h is min 0,0045 x kwadraat plus 100. En zo, hoppatee. Nou, wat ga je nu doen? Je gaat nu voor, even kijken dat ik het goed zeg. Ja, nu ga je dus x kwadraat plus 100. Nu ga je voor h iets invullen. Want je moet juist weten waar zitten we op de x-as. He, waar zitten we op de x-as? En als je moet weten waar zit je op de x-as, dan heb je de hoogte gekregen of je kunt de hoogte wel bedenken. Nou, een dikke, kijk, als het bijvoorbeeld op de grond is, bij A en bij B, dan weet je wel, de hoogte is 0. Komt straks. We gaan nu dus voor h gaan we 80 invullen. En dan krijg je dus dit. Maar dat rekent voor jullie niet lekker. Dus wat ga ik doen? Ik ga hem omdraaien. Ik draai hem eventjes om. Ik zet het zo weg. Dat vinden jullie gewoon fijne rekenen meestal. Nou, nu ga je gewoon de balansmethode gebruiken. Dus je gaat die 100 vanaf halen. Je haalt die 100 vanaf aan deze kant. Want we moeten hier van de 100 af. En haal je aan beide kanten 100 af. Dan kom je uit op min 0,0045
4, 5, x kwadraat is gelijk aan min 20. Als je hier niet op een min getal... Nee, kom strakjes. X kwadraat, vertel ik strakjes. Hier nu doen we delen door min 0,0045. Beide kanten, want dan komen we op x kwadraat uit. Kijk, als je bijvoorbeeld had 7x is 56, dan moest je beide kanten door 7 delen. Ja, en nu is het gewoon een pokkengetal, laten we wel wezen. Maar dan kun je dus ook wegdelen. Nou, doe je beide kanten wegdelen en dan kom je uit op x is. En dan komt hij hoor, 4,4,4,4,4 en dan gaat door. En om te laten zien dat het eindeloos doorloopt zo, mag je van die puntjes zetten. Dat minstens doet het nakijkboekje het. Ja, wat is dan x? Dan heb je dus twee mogelijkheden. Nou, dan ga je deze verder uitrekenen. En dan krijg je dus dat x gelijk is aan, even spieken hoor, 66,66 en dat eindeloos doormeten. Of x is gelijk, dat doe ik al zo hè, aan min 66,66. Meter. En ook nul, nul, puntje, 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 meter. Zo geef je aan dat je niet hebt afgerond, maar dat je hem hebt afgekapt en dat het zo doorgaat. Nou, wat weten we nu dus eigenlijk? Nou, dan weet je dus eigenlijk, deze x en deze x heb je gekregen. Dus, je weet dat die kabel, dat die zo zeg maar zit op min 66,66, puntje, 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 meter. En op 66,66 meter. Puntje, puntje, puntje. Hè? Nou, dus nu, en daar precies in het midden zit een 0. Dus hoe breed is dit stuk nu? Nou, dat kan je op verschillende manieren doen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als we deze afstand moeten weten, dan is dat dus gewoon twee keer deze. Hè? Want hij zit hier en hij zit precies gespiegeld aan de andere kant. Dus wat schrijf je dan op? De kabel is gelijk aan 66,66. Puntje, 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 meter, keer 2, is dus gelijk aan, en dan moet je het afronden op hele 133 meter. Dat is vraag A. Dat is vraag A. Met dat ik aan het opnemen ben, denk ik, oeh, ik hoop dat ik van het goede hoofdstuk heb gepakt. Nou ja, vast wel. Kijk straks wel even. Dan gaan we naar vraag B. Zo heel goed dat ik het verkeerde hoofdstuk pak op verzoek. Nou, dan gaan we naar vraag B. De boog is bij de punten A en B in de grond verankerd. Dus de boog is bij de punten A en B in de grond verankerd. Dat wil zeggen, hier in het dal. Nou, dit is eigenlijk het dal zo. En hier hebben ze hem in de grond gegooid eigenlijk. In het dal, zo. In het dal. Daar zit hij in de grond vast. En nu willen ze weten, bereken die afstand. Dus je moet nu gaan kijken, hoe groot is het stuk tussen de A en de B? Dan moet je dus weer eigenlijk de x weten. Je moet weten waar zit je op de x. Nou, als je de x moet weten, dan heb je de h of gekregen, of je kunt hem wel bedenken. Nou, in dit geval kun je hem wel bedenken, want dit ligt op de grond, zou je kunnen zeggen. En hier is dus de i. Oh, het is natuurlijk niet i. Sorry. H is hier 0 meter, want hier ligt hij op de grond verankerd. Het is in de grond, dus de hoogte is daar 0 meter. Dus h is 0 meter. Dan pak ik weer die formule erbij en dan krijg je dus min 0,0045. X kwadraat plus 100 is gelijk aan 0. Dan gaan we de balansmethode gebruiken. Dan krijg je dus dit. Is min 100. En dan kom je dus uit op x kwadraat is... Weer zo'n gek getal. 2. Even tellen hoor. Ik hoop dat ik het juiste aantal tweeën heb. Zo. En nu moet je even goed opletten. Als dit negatief is, dan heb je waarschijnlijk een foutje ergens gemaakt in de minnetjes. Of hij kan niet. Maar waarschijnlijk heb je dan ergens een foutje gemaakt hier in de minnetjes met de balansmethode. Dus dit moet wel positief zijn. Nou, en dan krijg je dus x is ongeveer gelijk aan 149,07 puntje, puntje, puntje meter. Of x zit op min 149,07 puntje, puntje, puntje meter. Dus je weet nu, dit is min 149, nog wat. En dit is 149, nog wat. Want je hebt de x'en uitgerekend. Hè? Nou, hoe breed is dit stukje dan? Dit stukje, de afstand AB, is dus gelijk aan 2 keer
149,07 puntje, 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 puntje. En dan komt dus ongeveer gelijk, rond en af op hele 298 meter. Dus AB is ongeveer 298 meter. Ik hoop dat dit voldoende was. Blijf vragen en kijk ook op de afspeellijsten van editie 10. Hè. Daar kun je ook heel veel terugvinden, zeker met de komende hoofdstukken. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje en succes met de toets. Doei!